In Burg Singelberg van Katoenatie is het fotoboek De Natiebazen voorgesteld. Kunstfotograaf Henk van Kouwenberg brengt hiermee een ode aan deze unieke mannen en vrouwen, voor wie hard werken en vriendschap in de haven van Antwerpen samengaan. In het boek zie je vriendschap, zie je het noeste werken, de vriendschap, de familie, het feesten, de vrouwen in de natie, want die zijn er ook. En uh, dat alles uh, in, een, in een saus van 2015, geconfronteerd toch met beelden uit een ver verleden. Maar de rode draad was gebleven, die vriendschap, die, die hechte collegialiteit uh, onder elkaar. Hij is erin geslaagd om de ziel van de natiebazen te vatten. Uh, dankzij dit boek kan iedereen die erdoor bladert voelen met zijn hart... Uh, beleven uh, wat een natiebaas doet, hoe men samenwerkt, hoe men een communiteit is, hoe uh, de, de werking in elkaar zit. Ik vond dat een geweldige uitdaging, vooral omdat ik uh, zo'n carte blanche vroeg en kreeg van Fernand Huts en zijn uh, medewerkers. Voor de cover van zijn boek maakte Henk een opmerkelijke foto. Ik denk dat ik hem niet beter kon portretteren als, uh, als op dit beeld uh, de flamboyante. Een man die, die geen blad voor zijn mond houdt, maar die het hart op de juiste plaats heeft, die graag een, een sigaar rookt, die graag uh, nou, de uitstraling heeft uh, zoals, hij, zoals hij eigenlijk hier wordt, uh, wordt afgebeeld. Nee, ik zou zeggen dat uh, een asiebaas, uh, is iemand die uh, door het leven. Uh, werkt, een heel hard werkt, en die natuurlijk uh, heel veel moet zien, heel veel moet voelen, en die door de mist moet kijken. En uh, misschien heeft Henk dat in zijn beeld en in zijn cover willen weergeven. U kijkt wel zeer indringend. Hè? Uh, misschien uh, is dat wel uh, mijn karakter. Is dat zo? Ja, kijk, uh, uh, ik, ik denk dat ik wat ik doe heel graag doe en daardoor ook heel intensief doe. En waarschijnlijk is die reflectie in het oog te zien. Met mist en zonder mist geven de foto's in dit boek een uitzonderlijke inkijk in de wereld van de naties van Antwerpen. Ik denk dat het verrassend is hoe een groot publiek via dat boek een, een heel mooi beeld krijgt hoe het er in de haven aan de kaaien. In die arbeid, die toch helemaal weggestoken zit voor het publiek, hoe dat dan openbaar kan worden via dat boek. Dat boek is dus uh, werkelijk een document: een historisch, sociaal, cultureel document. De natiebazen van Henk van Kouwenberg wordt uitgegeven door LANO.